De coronacrisis heeft grote impact op het leven van jongeren. De gemeente Leeuwarden organiseerde maandagavond een jongerenmeeting om die impact te verkleinen. In Neushoorn gingen verschillende raadsleden het gesprek aan. Jongeren zijn toch een groep die redelijk hard geraakt zijn door corona. We hadden al een digitale sessie gehad, fantastisch bezocht door, ik geloof, ongeveer 100 jongeren. Waar wij in breakout rooms met hun spraken van, goh, hoe hebben zij die coronatijd nou ervaren? Nou, toen zeiden we moeten jullie ook fysiek een keer zien. En daar zijn 40 jongeren ongeveer op afgekomen, 35 uit mijn hoofd. En daar hebben we vanavond in de Neushoorn even mee gepraat van, goh, als je nou bijvoorbeeld een pot met geld zou krijgen vanuit de gemeente om jullie een steuntje in de rug te geven, wat zouden jullie daarmee willen doen? Want het gaat om de jongeren en wij zouden graag niet over de jongeren willen praten, maar met de jongeren. Na een plenaire start in de grote zaal gingen de jongeren samen met raadsleden in groepen uiteen. In iedere groep werd een ander thema besproken. Ik zat in het groepje dat het gehad heeft over stageplekken. En daar bleek eigenlijk dat heel veel jongeren problemen hebben met het vinden van een stageplek. En de concrete oplossing die aangedragen werd was een platform voor stageplekken. Want het schijnt dus ook echt zo te zijn dat een groot percentage van de studenten stopt met zijn of haar opleiding. Omdat diegene gewoon geen stage kan vinden. En dat is toch wel iets wat voorkomen moet worden. Dus zo'n platform voor stageplekken en dat daar geld voor beschikbaar gesteld wordt, is denk ik wel heel belangrijk. De andere thema's die aan bod kwamen waren sport, studievertraging, sociale contacten en de studiestartweek. Een aantal hele concrete onderwerpen, maar voor de meesten was überhaupt mee kunnen praten al het belangrijkste. Democratie gaat niet alleen over stemmen, maar gaat hoe je elke dag verandering teweeg kan brengen. En door het te praten met raadsleden en om van gedachten te wisselen, zorg je dat, dan bewerkstellig je dat eigenlijk. En dan kijk je ook, dan zie je dat mensen anders ernaar kijken, belangen afwegen. En dan kan je echt invloed uitoefenen. Ja, dat is het mooiste natuurlijk, hè, als je iets ziet waar je zelf aan mee hebt gewerkt.